De COVID-19-cijfers tonen een stijgende trend vanaf de afgelopen week. De isolatietenten op het terrein van het regionaal ziekenhuis Wanica zijn bijna vol, zegt algemeen directeur Jason van Genderen. Zowel het BUG als de COVID-19-website geven aan dat er gisteren bij de update rond 8:30 s'avonds 70 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Van Genderen zegt dat deze derde golf extra druk legt op de gezondheidszorg, vooral met de nieuwe varianten. Met deze varianten, de varianten die er nu zijn, kunnen patiënten ook heel snel verslechteren. En we merken dat ook de mensen van de isolatiefaciliteiten. Ze moeten constant gemonitord worden, want ze kunnen heel snel verslechteren en dus zorgbehoevend worden. Dus het wordt steeds zwaarder. Ik denk dat ook de voorzitter van het NZR, mevrouw Redan, dat ook heeft benadrukt vandaag, dat het eigenlijk nu echt een beetje een donker beeld wordt voor de gezondheidszorg, omdat wij dus de druk niet meer aankunnen. Van Genderen zegt verder dat de opvang van mensen in het ziekenhuis verschilt van persoon tot persoon. De een kan asymptomatisch zijn en de andere kan erge verschijnselen vertonen. Maar het hangt af van de vitale functies. Bij de aanvraag, de specialist gaat kijken naar de documentatie, de vitale functies. En dan gaat de specialist bepalen of zo'n patiënt op de zorg afdeling of in de isolatie kan. En meestal de mensen natuurlijk met milde symptomen, die worden opgenomen in de isolatieruimte. Maar ze worden toch nog constant gemonitord. Want in case verslechteren moet dat heel snel gebeuren. Moeten ze bijvoorbeeld heel snel aan de zuurstof en moeten ze heel snel andere medicatie krijgen. Dus het is verschrikkelijk zwaar voor het personeel, want men moet niet denken dat als je in een isolatieruimte bent, dat je eigenlijk dat die mensen niet zorgbehoevend zijn. Nee, die mensen worden ook constant gemonitord door verpleegkundigen, door artsen, bij de intakegesprekken en noem maar op. Dus de druk wordt steeds zwaarder. Jason van Genderen, algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. In de afgelopen 30 dagen zijn er 620 nieuwe gevallen bijgekomen. 340 personen zijn genezen en 11 personen hebben het leven gelaten.